Het is vandaag 8 januari 1998. Een hele speciale dag voor de herder van Brabantschool, maar in het bijzonder ook voor meneer Vastenburg. Waarom? Omdat precies 25 jaar geleden, op maandag 8 januari, de Hertog van Brabantschool geopend is. En dat ik daar als directeur mocht gaan werken voor kinderen die het in hun eigen school op dat moment eigenlijk niet zo goed konden doen, niet zo goed konden leren. En dat is gewoon een bijzondere dag. En dus vandaag is het ook een bijzondere dag. Want nog steeds is de Hertog van Brabant scholen. Nog steeds zijn er kinderen die problemen hebben op school. En daar kunnen we samen met de leerkrachten en andere mensen van deze school iets voor betekenen. De Hertog van Brabant school is een speciale school. Een speciale school, een basisschool voor kinderen met leerproblemen. Kunt u eens in het kort uitleggen wat voor soort, wat voor type kinderen deze school bezoeken? Op de eerste plaats hele aardige kinderen. Dat wil ik voorop stellen. Het zijn kinderen die op een of andere manier problemen hebben gehad met het leren of met het omgaan met andere kinderen, volwassen mensen, omgaan met zichzelf. Wat ze op zeker ogenblik op eigen kracht niet konden verbeteren. En waar de basisscholen op dat moment eigenlijk ook niet aan toe waren om dat te verbeteren. En op die manier is er een school gekomen voor kinderen met leermoeilijkheden, zoals dat gezegd wordt. Met opvoedingsmoeilijkheden, of schoon dat laatste woord een beetje zwaar vindt. Want mensen denken dan meteen aan de ruw gedrag en moeilijk gedrag enzovoorts. We willen die opvoedingsmoeilijkheden eigenlijk zien in hele ruime zin. Want wat is opvoeden? En iedere ouder weet dat en ervaart dat van nature. Dat is proberen een kind te doen opgroeien, totdat het op eigen benen kan staan en een goed mens kan worden in onze maatschappij. De Hertog van Brabant school die staat in Vught, maar is niet alleen voor Vughtse kinderen. Nee, zeker niet. Het is een school voor een heel ruim gebied, voor op dit moment de gemeenten Vught, Haren en Sint-Michielsgestel. En als ik wat terugga, dus voor de herindeling, dan kan ik zeggen Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Haren, Helvoort, Biesemortel, S is erbij gekomen, Vught-Kromvoort. En dan is het rijtje rond. 1973 bent u begonnen met 8 leerlingen, heb ik me laten vertellen. Kun je er iets van vertellen uit die tijd? Hoe was het toen? Ja, hoe was het toen? Er was eigenlijk niets. We waren met een paar volwassen mensen, 2 leerkrachten en Gemma, die voor de administratie zorgde en nog voor de administratie zorgde, een directeur. En wij zaten op de bovenverdieping van de Baarzenschool. Die was toen nog net niet in gebruik. Daar mochten we blijven zitten tot aan het eind van het schooljaar. We moesten verhuizen naar de LTS. Het was allemaal behelpen. Het was behelpen, ja. Totdat in 1976 dit riante gebouw neergezet werd. Want wij waren eigenlijk een van de weinige scholen die in die periode gesticht zijn, die zo'n mooi schoolgebouw kregen. Want mijn collega's, diverse plekken in de verre omgeving, die kregen een oud fabrieksgebouw toegewezen. Een oude school die men niet meer nodig had voor basisonderwijs enzovoorts. Dus wij waren best trots. En toen we de opening meemaakten, toen zei een van mijn collega's, de tranen schieten in mijn ogen als ik zie hoe mooi jullie hier zitten. U bent met 8 leerlingen begonnen, nu ruim 150. Maar je hoort steeds meer dat de school voor speciaal onderwijs, die moet wat kleiner worden. Hè? Dat heet weer samen naar school. Kun je daar iets in het kort iets over vertellen? Nou, in het kort. U kunt er eigenlijk dagen over praten. Wat de bedoeling is, dat is om kinderen die nu nog in dit type scholen voor speciaal onderwijs zitten, zoveel mogelijk binnen de eigen school te houden, in de eigen vertrouwde omgeving. En ze daar het onderwijs te bieden wat wij kunnen geven. Met andere woorden, je moet proberen die school kleiner te maken. Van 151 leerlingen die we nu hebben, zouden we terug moeten naar 120. We praten dan over een 2% van het leerlingenaantal wat in je eigen regio geteld kan worden op de 20 basisscholen waarmee we samenwerken. Blijft er in de toekomst een school voor speciaal onderwijs? Ja, zeker. Die zal er zeker blijven, dat is ook uitgesproken door de directeuren van Vught en omgeving en door de besturen, dat er een school voor speciaal onderwijs nodig is, nodig blijft. Kinderen hebben daar recht op. Ja. En dan altijd de traditionele vraag, hè? Want u zit zelf ook al meer dan 25 jaar in het onderwijs. Wat is nou het grote verschil
tussen de school van 1973 en de school van 1998? Behalve dat we wat grijzer zijn geworden. Ja, wat is het grote verschil? Ik denk toch dat ik moet noemen het weer samen naar school, waar we het zojuist over hadden. Wij zijn een LOM-school, sommige mensen zeggen LOM-school. We zijn begonnen met verbrede toelating, zoals dat heet. Sinds 2 jaar laten we ook kinderen toe van scholen voor moeilijk lerende kinderen. Het wordt dus 1 speciale school voor basisonderwijs die een hele andere doelgroep kinderen binnen de muren krijgt. En dat betekent een andere vorm van integratie en dat betekent ook een vorm van taakverzwaring voor de leerkrachten die het dadelijk toch maar weer allemaal moeten gaan doen. En dat zijn de leerkrachten van mijn eigen school, maar het zijn ook de leerkrachten van de basisscholen die kinderen moeten gaan helpen die ze tot nog toe steeds, misschien met ledenogen, met tranen in de ogen, zagen vertrekken naar het speciaal onderwijs. Het is een uitdaging. En ik denk dat ik iedereen die daarbij betrokken is, succes moet toewensen. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Tot zover dus ons praatcafé van de maand januari. We hebben een uitzending live op zondag 22 februari met carnaval. Dan zenden we live de carnavalsoptocht uit in Helvoort. Ja, daarna pakken we uiteraard een ander dorp. En we hebben die zondag in februari hebben we uiteraard de hele dag Radio Janske en Franske in de ether. En wij zijn terug met het Praatcafé op zondag 26 februari. Graag tot dan en goedenavond.